Tijd voor een lekkere lunch. En die bestaat uit geroosterd roggedezenbrood met scrambled tofu en avocado. En om die scrambled tofu te maken heb ik deze tap met water op een blok tofu gezet om uit te lekken. Kijk, de tofu is namelijk tussen twee borden. En ik heb de tofu ingepakt met keukenpapier, zodat het water er goed uit kan trekken. Het blok tofu is goed uitgelekt. En daarvan heb ik de helft nodig. En de andere helft, die vries ik in. Ik ben er namelijk achter gekomen dat wanneer je tofu invriest en het daarna bereidt in bijvoorbeeld een wokschotel, het veel steviger is. Dus dit stuk ga ik zo invriezen. En dit stuk, daar ga ik mijn lunch mee maken. Kun je met een mes doen, maar ik doe het gewoon met mijn vingers kleine stukjes van afbrokkelen. En dat ziet er dan zo uit. Nou, om het op ei te laten lijken en het een gele kleur te geven, gebruik ik kurkuma, oftewel geelwortel. En ik begin met een halve theelepel. En om het nou naar ei te laten ruiken en smaken, gebruik ik kallanamak, oftewel zwart zout. Ik zal hieronder het artikel linken waarin je er alles over kunt lezen en ook waar je dit kunt kopen. Ik heb dit potje bij Ecoplaza gekocht. En daar heb je maar een heel klein beetje van nodig. Ongeveer een vierde theelepel. En verder breng ik het op smaak met een klein beetje peper. Zout hoeft niet, want ja, de kallanamak bevat al behoorlijk veel zout. Het ruikt echt helemaal naar ei nu al. Goed roeren en dan kunnen we het gaan bakken. Ik laat wat plantaardige margarine smelten in een koekenpan. En daar gaat de scrambled tofu bij. En dit ga je dan bakken zoals je met gewoon een roerei zou doen. Regelmatig omscheppen. En intussen ga ik een avocado fijn prakken. Perfecte avocado. En intussen heb ik ook deze contactgril verwarmd. En ik ga namelijk wit brood roosteren. Dat vind ik super lekker om te roosteren. Dit is een soort roggebrood met zuurdesem. En het is prima om zo te eten, maar ik vind het net wat lekkerder als het getoast is. Ik ga nu twee plakjes onder de grill leggen, zodat ze kunnen toasten. En dan ga ik de avocado fijn pakken. En dan ga ik weer terug naar de scrambled tofu. En die begint mooi te kleuren nu. Ook niet te lang bakken, want dan wordt het namelijk heel droog. Dus ik vind het er nu zo wel goed uitzien. En nu de avocado eroverheen verdelen. En dan vervolgens de scrambled tofu. En dan doe ik er als laatste deze heerlijke Everything But The Bagel seasoning overheen. Daarvan zal ik het recept hieronder linken. Dit is een heerlijk mengsel wat hier perfect over is. Met onder andere sesamzaadjes en ui en knoflook. Dus in plaats van peper en zout doe ik er dit overheen. Heerlijk. Nou, ga maar proeven. Ja, dat is goed. Moet je mij even neerleggen. Ik ben heel benieuwd. Het ruikt fantastisch. Ik werd gewoon gelokt door de geur. Ja. Oh, wauw. Wat is het? Avocado en scrambled tofu en everything but the bagel seasoning. Oh, die everything but the bagel seasoning is niet normaal. Ja, lekker, hè? Goed gekeurd dus. Absoluut. Gelukkig. Dus je gaat zo nog meer voor me maken. Ja hoor. Dankjewel, schat. Alsjeblieft, in deze hitte.